Ja, alleen kun je je voorstellen dat ik na een minuut of 10 dacht van, Setup gaat deze wedstrijd pakken. Kan ik me zeker voorstellen, ja. Ik denk dat we goed begonnen, waar dat goed staan. En in de eerste set krijgen we één serie tegen die ons de eerste set kost. En dat is gewoon super jammer, ja. Eigenlijk is de tweede set misschien wel een kopie. Ja, klopt. Dan komen we ook tot de 20 goed mee. En dat is in de eerste set ook zeg maar, rond de 20 dat we een serie tegen krijgen. De tweede set gebeurt eigenlijk inderdaad hetzelfde. We zitten lekker in de wedstrijd en aan het einde doet Zwolle het toch beter. Ja, hoe frustrerend is dat? Dat is ontzettend frustrerend natuurlijk. Maar ik denk ook dat we moeten concluderen dat Zwolle daarin dan een stapje verder is. Dat wij meer fouten maken aanvallend gezien. En Zwolle dat beter oplost. Ja, dat is de conclusie die je dan moet trekken. Iets meer power misschien wel, hè? Absoluut, ja, die hebben zeker meer power. Ja. Jullie staan nu zesde in de competitie. De trainer gaat weg. Wat moet het allemaal nog brengen in 2018, de tweede seizoen zelf? Lijkt me duidelijk dat wij nog steeds voor de beste zes gaan bij de play-offs. Brahim gaat weg inderdaad, einde van het seizoen. Dus er is veel reuring natuurlijk. Hè. Nieuwe trainer is al bekend, dus we kunnen al uitkijken naar het volgende jaar. Maar wij moeten ons focussen op de competitie en we gaan absoluut voor de beste zes. En daarna zien we wel weer verder. Het is niet zo dat de boel hier in elkaar stort? Gelukkig niet, nee. Nee. Hoe is het voor jezelf hier? Want als je jouw paspoort een beetje bekijkt, je hebt zo'n beetje alle clubs in de provincie wel gehad. Klopt, ja, dat is waar. Ik heb het zeker naar mijn zin bij Setup. Ik ben wat moeizaam begonnen dit seizoen. Ik had een iets achterstand conditioneel. En ik denk dat ik nu het wel weer aardig op orde heb. En het kan altijd beter, maar oké voor nu. Als je het afzet tegen die andere clubs, is het hier dan wat gemoedelijker? Misschien meer in de sfeer van Oud-Marsum, een dorp? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk echt een vereniging. Ik heb natuurlijk vorig jaar bij Zwolle gespeeld. Ook wel vereniging, maar minder dat dorpse gevoel als wat je hier hebt. Dat zie je ook de trapsupporters die ons vandaag weer super hebben aangemoedigd. En dat brengt natuurlijk wel een fantastische sfeer hier. Ja, absoluut. Ja, vandaag misschien een kleine valse start zo aan het begin van 2018. Ook geen schande om van Zwolle te verliezen, maar het gaat goed komen, die play-offs? Ik denk dat we nog alle kansen hebben en daar gaan we zeker voor. En ik heb alle overtuiging in dat we dat gaan halen. Dus gaan we voor. Succes erbij.